Met trots dragen wij hierbij onze Nederlands-Indische achtergrond naar voren en delen wij dit graag met u. Wat vorig jaar een succes was, hebben wij dit jaar willen herhalen in de verwachting dat het wederom met uw medewerking een groot succes zal worden. Om er even bij stil te staan, Peter Aks is een van de muzikanten die helaas ons ontvallen is en eigenlijk vandaag samen met Ray Ritchie zal komen optreden. I opened up the card to see what he read. I couldn't believe my eyes when I read. Kunt u vertellen? André Hansen, mede-organisator, bestaande uit vijf leden. En we hebben het gevoel dat hier een behoefte is voor de Pastoraal Malm die wij in Holland vaak draaien, naar de Costa Blanca te halen. Dat is dus voor het tweede jaar in deze vorm gedaan en met succes. Hoe is de Pastoraal Malm nou ontstaan? Het is eigenlijk een stukje nostalgie. De avondmarkten in Indonesië die veel mensen hebben gehaald om dat ook te herhalen in Nederland. Daar ontstaan ontzettend veel van deze Pastoraal Malms. En het idee daarachter, dat is de nostalgie, zei ik al, maar ook het samen zijn met z'n allen. Het beproeven van heerlijke snacks, maar ook de Indische cultuur, waaronder eten altijd een basis is. En met z'n allen hopen we dan deze middag in te vullen als een heerlijke, zalige bijeenkomst. Dit is de Pastoraal Mini 2013. Hartelijke groetjes en welkom allemaal. Amor. Amor. Naturality, naturally me.